One people, één volk. Vijf culturen bijeen in een land viermaal zo groot als Nederland. Nog nooit eerder zag u Suriname zo, zoals het is. Mama heeft mezelf geroepen om te komen. De dominee zei toch aan haar graf. Kom, eten we een lazy. In een warraan voor mijn mama lobby. Ik boek mijn vlucht wanneer ik wil. Wanneer ik klaar ben om weg te gaan. Woe! Eens komt de dag dat alles mag. Dat alles kan, dat alles gaat. Gewoon zoals jij wilt. Dat niemand meer zegt, nee liever zo. Of zus, of dit, of dat. No spang, want eens komt die dag dat niets meer hoeft. Dat alles glijdt zoals een vogel zwevend over bomen. De bloemen en ook het gras is mooi. Aan. Ja, maar Virgie, we zijn hier in Holland. Hier gaat het om de centjes, niet om de standjes. Oh, Harry, het gaat altijd, overal, om de standjes. Wel, nee, ik ben niet oké. Ja, maar dat komt door die geforceerde vechtersholding van je. Waarom doe jij zo agressief tegen mij? Dat zou anders zo moeten zijn. Je komt ons vragen naar een welnis dat je dat ding niet kan betalen. Ik kan het wel betalen. Ik kan het niet betalen. Nee, nu ben ik. De manja valt niet ver van de boom. Zij actrice, zangeres, theatermaker, hij acteur, mediaman en even in Nederland. Vader en dochter. De andere gasten zijn Manuska en Borger Breeveld. Hartelijk welkom. Dankjewel. Dank je. Borger, wat vind je van de ontwikkelingen van je dochter hier in Nederland? Trots. Ja? Ja. Ik ben bijzonder trots. Ja. Omdat ik zag het aankomen, hè, maar ja, je kunt het niet sturen, want zij was hier in Suriname. Ja. Dus dat wil zeggen dat ze talent heeft en dat ze het heeft ontwikkeld. Ja. Het is hartstikke goed. Ja. Ik ben erg blij en ik ben trots. Hè. Want hoe zag u het aankomen? Bijna emotioneel van mij. Ja. U zag het aankomen? Dat is toch bijna een soort... Omdat we thuis... Ja. Thuis zongen we altijd, we deden altijd sketches en dat soort zaken. Ja. En al heel jong is ze begonnen in een televisieprogramma dat ik in Suriname deed. Ja. Kika. Ja, dat hij regisseerde. Weet je, en dat ging geweldig. Er waren nog twee anderen erbij. Ja. En dat wisselde steeds, maar zij was steeds... De spel. Enkel woman. Weet je, en daarna ging ze naar Holland om te studeren eigenlijk. Ja, want dat vind ik heel typisch, want dan ga je in een programma, je bent dan eigenlijk al actrice aan het worden, maar dan kom je in Nederland en dan ga je het CMV studeren. Ja, ik wilde helemaal geen actrice worden en ik wilde televisiemaker worden. Ja. Dus ik kwam voor de filmacademie, maar ik werd niet toegelaten. Nee. En toen dacht ik, nou, dan ga ik een jaar even wat anders doen. Ja. En dan ga ik daarna weer het toelatingsexamen doen. Maar toen deed ik culturele maatschappelijke vorming in Den Haag. Sociale academie. En dat was zo leuk dat ik dacht, die filmacademie, het is goed met je. Ja. Ik ga het zo aanpakken. Ja. Dus en daar heb ik ook geleerd hoe ik programma's moet maken. Niet zozeer audiovisueel, maar wel hoe het in elkaar moet zitten. Ja. En dat heb ik ook een hele tijd gedaan in het ontwikkelingswerk. Ja. En dat acteervak, daar ben ik uiteindelijk ingerold. Ja. Want dat is nooit... Ik wilde echt nooit actrice of presentatrice voor dan ook. Maar het is aangeboren. Ja, dat is ja, maar blijkbaar via een andere weg toch? Ja, het bloedkruid waar niet gaan. Ja. Want het gaat, correct me if I'm wrong, heel goed. Ja, ik klop het ook meteen af. Ik ben best wel bijgelovig in dit soort dingen, afkloppen waar het kan. Ja. Het gaat goed. Ja, en ik vind, het belangrijkste is dat ik er ontzettend, ontzettend veel plezier aan beleef. Ja. En ik word gevraagd voor heel veel dingen, om auditie te doen, maar ook gewoon wil je meedoen aan mijn serie, aan mijn project, aan mijn theaterstuk. Ja. En ik maak ook veel zelf dingen, want dat kan ik dan toch niet laten. Nee. Ik geloof dat zelf doen mijn eerste woorden waren. Ja. Dus, ja. Is dat zelf dus doen, dat is dat ook vaders eigen... Ja, maar bij haar zagen we het al heel vroeg, hè. Ja. Ze heeft ondernemen, niet omdat ze mijn dochter is, zeg ik dit. Dat ze naast me zit. Ja. Maar ze heeft drive. En drive is ongelooflijk belangrijk in dit soort zaken. Je moet niet bij de pakken neerzitten. Als er problemen zijn, moet je proberen ze zo snel mogelijk en zo goed mogelijk op te lossen. Dat heeft ze. Ja. Dat merk ik nu ook bij mijn verblijf hier van een maand, 30 dagen. Ja. En dan observeer ik haar, hè. Mm-hmm. En het gaat zoals ik denk en wil dat het moet gaan.
En ze zorgt goed voor me. Ja, en ze, ook ze, belangrijk. Ze, hoe noem je dat? Je hebt hier een geweldig woord voor proactief. Proactief, ja. Ja, dat klopt, hè? Ja. Want ik praat niet elke dag met alleen maar Nederlands. Ik snap het, helemaal perfect. Ja, weet je, en dat is leuk, dat is leuk. Dan zie je dat ik zeg, hé, ik hoef me om een heleboel dingen geen zorgen meer te maken. Nee. Want zij neemt het over. Ja. Ja. En bent u ook speciaal voor, want aankomende 7 maart is de première van De Eenzame in Compagnie Theater. Ja. Ja. Is dat de reden dat u hier bent? Nee, de reden dat ik hier ben is dat ik mijn dochters, ik heb er hier 3, weer eens een keer wilde meemaken. Mm-hmm. En het hier naartoe komen is een aantal keren uitgesteld. Ja. Dat ik uiteindelijk zei, nee, het zal me worst wezen of het winter is of niet. Inderdaad. Ja, maar klagen de kleinkinderen ook. Die zijn ook aan kinderen opa. Ja. Dus, daarom. Dus, maar het komt wel goed uit. Het is wel heel leuk. Gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om een Borger mee te laten doen. Ja. In De Eenzame zelf, wat een toneelvoorstelling is, een monoloog, kon het niet. Maar toen dacht ik, er is natuurlijk ook nog altijd na de voorstelling. Ja. De voorstelling gaat over een vrouw die heel eenzaam is, die geen vader heeft, nooit gekend heeft. Mm-hmm. En toen dacht ik, maar ik heb wel een vader en ik ben helemaal niet eenzaam en alleen. En ik heb het heel leuk met hem altijd gehad. Wat let mij om hem te vragen om samen met mij na afloop van de voorstelling te zingen. Ja. Dus dat gaan we doen met z'n tweeën. Hij heeft de gitaar en wij samen zingen. Na de voorstelling. En het sluit ook goed bij die voorstelling aan. Ja. Omdat het precies het tegenovergestelde is van waar de voorstelling over gaat. Ja. En een soort troostend element is in het hele verhaal over eenzaam zijn en alleen zijn. En heb je de voorstelling zelf ook geschreven? Nee, dat heeft Cheryl Vliet gedaan. Surinaamse radiomaakster is dat, die woont in Nederland. Ja. En die ging op een dag meedoen aan een schrijverscursus. En toen kwam dit stuk eruit. Ja. En ze had wel eerder geschreven, maar echt voor toneel niet. En dat vonden we allemaal, ik en de regisseur Paulette Smit, zo'n mooi stuk. Ja. Ik zei, maar dat gaan we niet op een plank laten liggen ergens. Nee. Dus vandaar dat we het cultureel diverse theaterheft in handen hebben genomen. We gezegd, we gaan het gewoon doen. Ja, inderdaad. Dus dat resultaat is op 7 en 8 maart te zien. Mooi, ja. En dan gaan jullie dus daarna samen zingen? En daarna gaan we het samen zingen, in het Compagnie Theater. Hoe leuk kan je het krijgen? Ja, ik ben dus al heel benieuwd. Wat gaan jullie zingen dan? Liedjes uit mijn jeugd. Liedjes die wij samen, die ik van hem geleerd heb. Ja. En liedjes die hij zelf zong vroeg toen Borger hier studeerde. Ja. Had hij ook een kwartet. Toen hij hier studeerde, was dat een kwartet of een quintet? Kwartet, toch? Nee, het was eerst een quintet. En toen waren de Fantastic Five en toen werden de Fantastic Four. Maar echt geweldige nummers, Caribische nummers, maar ook Golden Gate Quartet-achtige dingen. Amerikaanse volksliedjes. Een deel daarvan. De liedjes die ik ook ken. Ja. En er zijn er nogal wat, want ik heb ze allemaal geleerd. We hebben ze allemaal, zusjes en ik, allemaal van hem geleerd als kind. Kunnen jullie samen een stukje zingen? Dat kan. Do it, Mama Luka Bubu, deja. Your mother tell them. Shut up your mom. It is your daddy. Oh no, my daddy can be ugly, so shut your mouth, go away. Mama Luka Boo Boo Day. Shut your mouth, go away. Mama Luka Boo Boo Day. Prachtig! Ja, ik hoor inderdaad ook die zuidelijke klanken meteen erin. Dat is een heel typisch geluid. Wat ik trouwens wel bijzonder vind is, want jij doet heel veel, hè? Want je bent theatermaker, je bent actrice, je bent zangeres. Ja. Heb je niet het gevoel dat je in Nederland één moet kiezen? Het wordt me altijd gevraagd, maar wat ben je nou echt? Ik ben het alle drie. Ja. En het een versterkt het ander, zeg ik altijd. Omdat, ik ben een soort zangeres dat vooral de zang aanwendt om in het theater te gebruiken. Mm-hmm. Ik wil best wel ook een concert geven, want dat is het probleem niet. Ja. Maar mijn ambitie ligt in de talenten die ik heb aan te wenden voor theater. Ja. Daar komt wel op neer. En gelukkig kun je als actrice ook eens een keer film en tv doen. Dus dat is mooi. Maar er komt wel een cd ook uit. Dus een... Cd uitkomen, dat wordt aan gewerkt, zeg maar. Ja. Maar ik ben niet het soort zangeres dat ik ga nu een cd uitbrengen en dan ga ik daar de boer mee op. Nee. Dus daar moeten we nog even een project voor bij verzinnen. Weet je wat, als je dan vraagt, moet je kiezen of word je gevraagd om te kiezen? Nee, want ik ben verhalenvertelster. Ja. Eigenlijk vat dat al die disciplines samen.
Ik vertel verhalen en wat daarbij past en daarvoor nodig is, dat wend ik aan. Dus als ik het moet schrijven, schrijf ik het. En als ik daarbij moet zingen, dan zing ik. Ja. En als daarbij een cd moet uitkomen, dan doen we dat. Ja. Mooi. Zo eigenlijk. Ja. 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 En Borger, even jouw vak, mediaman, mm-hmm. In Suriname vooral. Ja, ik heb hier de filmacademie gedaan ja. In Amsterdam. En toen ben ik teruggegaan en mm-hmm. Toen kwam ik terecht. Dat is een heel verhaal hoor. Goed, yeah. Toen kwam ik terug bij de regeringsvoorlichtingsdienst. Ja, ja. De regeringsvoorlichtingsdienst, die maakte programma's om de informatie naar de mensen te brengen. Ja. Die programma's werden gemaakt door de Surinaamse televisiestichting. Ja. En toen werd ik daar te werk gesteld. Ik zat dus bij de Surinaamse televisiestichting. Maar ik werkte voor de regering. Ja, ik was ambtenaar. Ja, ik was gewoon ambtenaar. Ja. En het was ook iets aparts, want tot dan verdiende de televisie mm-hmm. 100 gulden per minuut uitzendtijd van de overheid. Ja. Volgens dat alle programma's werden verschrikkelijk lang. Natuurlijk, dat vraag ik niet. Dat zo moet je doen. Ja, ja. Heel langzaam praten. Ja, maar ik kom van de filmacademie, dus ja. Jij, nee jongens, we gaan knippen. Ja. Dit is oeverloos lang, dat moeten we niet doen. Ja. Moeten we niet eens willen. Nou, dat heeft me een beetje in conflict gebracht met de directeur van de Surinaamse televisie. Mm-hmm. Maar later begreep je het ook, want hij is ook een filmer. Ja. En maar daarnaast doe je een heleboel andere dingen. We maakten alle mogelijke programma's. Op een gegeven moment deed ik programma's voor een groot zendingsbedrijf. Dat is Kersten, dat is een van de grootste bedrijven. Ja. En die wilde op televisie iets doen waarbij we geen onderbroeken en ijzeren pijpen en fietsen gingen verkopen. Mm. Maar iets aanbieden aan de bevolking. Ja. Nou, toen zijn we begonnen met entertainmentprogramma's. Oh, en die zijn enorm ingeslagen, daar hebben we een aantal van gemaakt. De eerste heette Zomaar een Show. Mm-hmm. Daarna een Show maar een Quiz, Zomaar een Quiz en dat soort dingen. Het heeft erg veel bijgedragen, zegt men, aan de cultuur van televisie. Zoals die nu is. Ja, nou, nu is hij weer terug. Oké. Ja, op een gegeven moment, je hebt in het leven hoogtepunten en dieptepunten. Mm-hmm. En je bent soms ook onderweg naar een dieptepunt. Ja. Of onderweg naar een hoogtepunt. Maar is dit nu, immer onderweg naar een hoogtepunt. We zijn altijd bezig. Altijd maar. We proberen de goede kant op te gaan. Maar wat we missen mensen. Aha. We hebben niet genoeg mensen die creatief bezig zijn. Ja, want daar ben ik even heel benieuwd naar. Hè? Jullie weten, ik ben zelf half Surinaam, maar ik ben nooit in Suriname geweest. Als ik nu, ik ben ook muziektheatermaker, als ik nu naar Suriname ga, wat zou u dan... U bent daar ook, ik loop naar u toe, wat gaat u met mij doen? Heb ik een plek? Maken? Ja, tuurlijk. Je krijgt een plek. Ja. Tuurlijk. Ja. En je moet jezelf bewijzen natuurlijk. Begrijp je. En, maar dat soort mensen hebben we te weinig. Ja. Begrijp je? We hebben nu keien op het gebied van de muziek. Ja. Dat is ongelooflijk. Ook wat filmmaken betreft. Jongens die zichzelf ontwikkeld hebben met de moderne apparatuur, die geweldige montages plegen. Je kunt zo op Facebook kijken. Maar creatieve mensen, het is eigenlijk een beetje vastgeroest. Yeah. Omdat het een ambtelijke aangelegenheid is. Yeah. Dat moet niet. Weet je, en je moet ook mensen zetten die het vak kennen. Yeah. Yeah. Dus waarmee ik geen kritiek lever hoor. Nee. Ik zeg alleen wat ik daar ook roep. Yeah. En nu hebben we een ander probleem, want gewoon televisie maken, dat wordt nu verdrongen door allerlei boxjes die je nu hebt, waarmee je op televisie op internet kunt bekijken. Ja. Begrijp je, dan moet ik me soms er te dwingen, je moet ook nog even kijken naar de Surinaamse tv. Ja. Dat is geen goede antwoord. Is er, het woord crisis, is er afgelopen jaren heel veel gevallen in de wereld? Is er crisis in de Surinaamse tv op dit moment? Ja, dat vind ik. Ja. Ja. Want crisis is er ook in het Nederlands theater. Zeg ik even tussen aanhalingstekens. Ja. Want ja, sorry, hoe kan het? Stekens rustig weg. Ja. Nou ja, ik hoor heel veel klagen. Ja, nou ja, maar er is absoluut crisis. Hoe doe je dat? Hoe je daarmee omgaat bedoel je? Nou ja, blijven proberen, want wat moet je anders? Ik kan namelijk niks anders aan theater maken. Mm-hmm. Daar verdien ik mijn brood mee. Ja. En als het even kan, wil ik daar graag beleg op. Maar het is crisis, ja. En de subsidies zijn weggevallen. Dus er voor heel veel minder heel veel maken. Ja, want hoe... Daar komt het wel op neer. Tenminste, proberen zoveel mogelijk te maken. Ja, maar blijkbaar doe jij dus iets goed. Wat doe jij dan? Ik bedoel... Ja,
Ik zou het niet zo 1, 2, 3 met één woord kunnen benoemen. Behalve dat ik doorga. Ja. En soms verdienen we daar wat mee en soms ook helemaal niet. En zien we het maar als investering. Ja. En hopen dat er dan toch iemand langs komt die zegt, nou, we zijn goed bezig bij de aanvraag nummer 199. Ja. Alsjeblieft, dit kennen we toe, weet je wel. Ja. En dat gebeurt ook wel af en toe, en anders kan je inderdaad niks meer maken. Maar het is wel bikkelen, ja. Ja. Wat je maakt moet natuurlijk kwalitatief goed zijn. Absoluut. En als je dat hebt, dan ben je al een heel eind. Ja, dat dan ben je 50% over de streep. Ja. En dan gaan mensen dat ontdekken. Kijk, wat je ook wil, en waar we ook aan werken, is dat er zoveel mogelijk mensen komen kijken. Ik ben verhalenvertelster en ik wil dat soort verhalen vertellen wat je niet normaliter in theater ziet. Mm-hmm. Want dat wordt al gemaakt. Dus ik wil net dat vertellen wat nog niet gemaakt wordt. Of wat nog niet verteld wordt. En dat doe ik natuurlijk voor mensen die zich herkennen in die verhalen. Dus veelal, want daar kom ik vandaan, de Caribische gemeenschap. Het is niet alleen voor de Caribische gemeenschap, het is voor iedereen. Maar ik zou wel heel graag willen dat er meer Caribische mensen naar het theater komen. Ja. En je komt naar het theater als er iets te herkennen valt. Ja. Nou, dat is een enorme drijfveer om te blijven maken. Om zoveel mogelijk Caribische mensen ook het theater binnen te krijgen. Ja. En daar genereer je natuurlijk ook, laten we wel wezen, inkomsten uit. Ja, hoe meer zielen, hoe meer geld. Ja, dat is ook zo. En hoe meer dingen je kunt maken. Het is geen vetwoord, maar ik vind het wel nodig omdat dit mijn manier is, en het klinkt heel groots en meeslepend, maar het is ook heel simpel. Dit is mijn manier om eraan bij te dragen dat de samenleving net eventjes iets leuker wordt. Dus voor jou noodzakelijk? Voor mij is het pure noodzaak. Ja, ja. Ja, mooi. Laatste vraag voor jullie allebei. En dan zeg ik één woord. Ambitie. Toekomstige ambitie. Verhalen blijven vertellen. Ja. Zo goed mogelijk. Ja. En voor u? Nou, ik hou van werken. Hè. Mijn werk is mijn hobby, dus ik denk dat doorgaat tot Marius Rust. Ja. Marius Rust is een begraafplaats. Ah, die link kon ik nog leggen. Ja. Dat zal geen plaatselijke supermarkt zijn. Hè? Nee, dat is de begraafplaats. Ja. En ook niet het bejaarden, dat is echt de begraafplaats. Ja. Maar ja, helpen aan die ontwikkeling van ons land, dat is erg belangrijk. En dat als iedereen daar zijn beste beetje voor zet, ook al moet dat uit het buitenland komen, dan denk ik dat we een vredig afscheid kunnen nemen van deze aarde. Ja. Maar voordat u afscheid neemt, moet u mij dan toch nog even tussen ons iets vertellen. Ja. Wie gaat er winnen in mij? Ik denk Bouter. Okay. Want kijk, het is moeilijk. De opiniepeilingen nu zeggen dat Bouter terugkomt. Ja. Oké, daar heb ik geen enkel probleem mee. Hoor. Nee. Nee, absoluut niet. Laat dat even heel duidelijk zijn. Dat andere blok, dat is voor mij te zwaar. Mm-hmm. En je kunt als je het blok van verschillende partijen. Van verschillende partijen, dus inderdaad. Tegen Bouter. En die hebben zich gevormd en die willen oppositie voeren tegen. Ja. Maar ik heb liever een partij die mij vertelt waar we naartoe gaan en wat we willen doen. Mm-hmm. En ik heb gezien wat tot nu toe. Er zijn bij die partij van Bouter ook een aantal figuren waarvan ik me afvraag. Mm-hmm. Ik kom uit die partij, ik ben eruit. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is er veel gerealiseerd. Klopt. Begrijp je, er is veel meer beloofd, maar er is veel meer gerealiseerd als de jongens daarvoor. En ik denk dat het goed is voor zich. Kijk, het belangrijkste voor mij is, het is een multi-etnische partij, de NDP. Ja. Begrijp je? Er zijn natuurlijk wat wanklank hier en daar, maar we zijn daar niet verdeeld in Kuli, Blakemang, Japanese, Chinese, want dat is niet goed voor het land. Kijk, op cultureel gebied kun je dat handhaven natuurlijk. Daarvoor hebben we de Carifesta en dat soort dingen. Ja, inderdaad. Maar we moeten proberen als één volk eruit te komen. Ja. Weet je, en anders krijg je wat we vroeger altijd gehad hebben. Er komt een meester die verdeelt en heerst. Mm, ja. En verder moet je me daar geen vraag over stellen. Nee, begrijp ik. Nou, ik ben wel heel helder voor mij. Hè? Ja, oké dan. Ik hoop dat ik ook helder ben voor de mensen die kijken. Absoluut, ja. En wat helemaal duidelijk is dat de aankomende zaterdag jouw première is. Ja. Heel veel plezier en succes. Thank you. We kijken er zin. Ja. 8:30, zaterdag 7 mei. En zondag is overdag. En zondag om 3 uur. En niet te vergeten, Compagnie Theater in Amsterdam. Compagnie Theater, heel makkelijk te bereiken. Zijn er nog kaarten te krijgen? Jazeker. Nou, ik zou zeggen, Komt allen. Ja, heel erg bedankt voor dit interview. Heel graag gedaan. Veel plezier dit weekend. Ja. Dankjewel. Okay. Succes. Hè. Dankjewel. Hey. Dit was Andere Gasten, tot volgende keer.